Meneer de minister! Meneer de minister, het is dat is in de weg ontzoeken, die gangen en al. Meneer de minister, dat is hier! Dat is hier! Voilà. Applaus! Meneer de minister! Jongen! Meneer de minister! Ik heb de sympathie, hè? Ja, inderdaad. Meneer de minister, bedankt voor uw komst. En is meneer de minister tevreden over het onthaal dat hem hier te beurt is gevallen hier in deze instelling? Het was goed, ja. Maar waarom ik kwam binnen, waarom die fluit? Welke fluit? Ik kwam binnen en alle mannen beginnen te fluiten. Oh nee, dat moet je niet zeggen, meneer de minister, want als mensen die zenuwgeren, hè. Verdienen niet. Nee, ik heb gehoord, iedereen heeft gefloeterd. Gefleuterd. Allemaal heeft gefleuterd als ik er binnenkwam. Ja, maar enfin, u is tevreden. Ik zal zeggen op de rapport dat de onthaal zeer goed was. Dat is goed. Je kunt misschien in uw rapport laten zitten. Dat ze allemaal, hoe zou ik zeggen, de Brabasson hebben gefloten, verstaan? Dat is een truut, hè? Wie is dat? Truut. Oh, dat is truut. De Brabasson wordt niet gefloterd, hè? Gefleuterd. De Brabasson wordt gezongen. Ja, dat is juist. De Brabasson wordt gezongen. Bij jou te komen, er is geen een Belgische woorden kent, hè? Pas op. Dat is een schande. Absoluut. Dat is een schande. Iedere Belg moet de woorden kennen. Absoluut. Dat is moet. U kent zoek natuurlijk. Dat moet ik kennen. Dat is zeker dat. Dat is... Viva België, wij zijn allen dezelfde. Viva België. Nee, dat is Viva Bomma, dat ga je zingen. We trekken allemaal opieën, hè? Ja. De Bomma en de Brabasson trekken opieën allemaal, hè? Maar het is wel een goeie en een zeer aansprekelijke melodie, hè? Dat is iets swingen, hè? Niet voor te dansen, niet om te dansen, dat kan niet, hè? Wel, meneer de minister, nu dat we toch even bij hier zijn, ik zou je willen vragen. Vraagt u maar, mijn vriend. Ik ben om u te helpen. Ja, als het een mogelijk is. Niet... Ja, wel, het zit namelijk zo, hè. Zeg u maar. U moet niet verlegen zijn. Het is delicaat, hè. Ik heb een dochter van 18 jaar. Oh. Dat is vriendelijk, maar ik ben getrouwd, hè. Mijn vrouw zou niet graag hebben dat ik een jonge ding bij pak. Het is vriendelijk, hè? Het is goed, hè? Nee, dat is het. Mijn dochter die wil niet trouwen. Iedere man die haar vraagt, slaagt ze af. Dat is het omgekeerde als op de ministerie. Voilà. Wij slagen alles op. Oh, ja. Dat is de goeie van mij, hè? Dat is de goeie, hè? Ja, en het zit zo, hè? Ik zoek namelijk een jobje voor haar, zie, maar ze werkt niet geren. Ze werken niet. Absoluut niet. Ja, dan moet zij op de ministerie komen. Hè? Oh, ja. Kan ze rekenen? Nee, dat heeft ze nooit gekund. Dat kan ze niet. Dan kan ze mijn privé-secretaresse worden. Hè? Ah, ja. Die moeten niet zo best kunnen rekenen. En dat is 100.000 francs in de maand. Maar zij moet geen examen doen. Ah. Is ze belangrijk? 100.000 en geen examen. Geen examen doen. Zeg maar, ik vind dat een beetje te vuil is om te beginnen. Ze zou ietsje lager moeten beginnen, verstaat het? Kan ze lezen. Ja, als ze de woordjes mag spellen, ja. Dan kan ze gewoon secretaresse worden van het ministerie van Onderwijs. Ah, ja. Dat is niet zoveel, hè? Nee. Dat is 75.000 francs in de maand, maar moet geen examen doen. Dat is belangrijk. Je moet geen examen doen. Zee, ik ben een aangenodige mens, hè. Ik vind dat ze graag een beetje moet opwerken. Verstaat een lager beginnen. Dat is... Wat verdekt, dat wordt moeilijk. Ja, het is moeilijk, hè. Ja, kan ze schrijven? Oei. Ja, allemaal fouten, hè. Ja. Fouten, hè. Dan kan ze gewoon de bediende worden, hè. Bediende worden. Ja. Dat is niet veel, hè. Dat is 50.000 francs in de maand. Maar moet geen examen. Ah, ook geen examen. Belangrijk, hè? Zeg, je mag me niet kwalijk nemen, maar ik bedoel een klaarplutsje. Dat bestaat niet op het ministerie, hè? Dat zijn allemaal grote plaatsen. Allemaal grote plutsen. Nee, ik bedoel als kusvrouw. Zit ik als zot? Van wat? Dat is toch onmogelijk? Van wat? Ze kan niet rekenen, niet schrijven, niet lezen.
Kerstvrouw is de enige plaats op de ministerie waar je een examen voor moet doen. Ah! Dat is goed, hè? Ik heb het niet goed. Ik heb het niet goed. Ik heb het niet goed.